Een van de acts die dit jaar op Oranjepop te zien was, is de Nijmeegse worldbeat band Tahiti. De band is nog relatief jong, maar trad desalniettemin eerder al op bij 3FM, in Doornroosje en vorig jaar op het Valkhof Festival tijdens de Vierdaagse Feesten. Op Oranjepop openden zij de avond vanaf de Take-Two stage en maakten in de 45 minuten daarna hun onofficiële titel als de meest veelbelovende act uit Nijmegen meer dan waar. Na de show spraken we kort met een aantal bandleden. Ja, ik sta hier dus backstage met Tahiti, de band. Jullie hebben zojuist opgetreden. Hoe ging het? Ja, ging supergoed. Ja, het was heel leuk. Ik geloof dat het publiek ook... het publiek was ook wel aan, dus het was heel fijn. Er werd inderdaad enthousiast meegedaan. Die indruk kreeg ik ook. Jullie spettert wel voldoende energie vanaf, zeg. Jeetje. Hoe komt zoiets tot stand? Dat je met maskers op een podium rondloopt en dat soort dingen. Wat gebeurt hier? Nou ja, drugs. echt nee. We proberen op heel veel fronten actief te zijn, zeg maar. Dus zowel visueel als audiovisueel kan je het eigenlijk wel noemen. Mm-hmm. Ja, we vinden het gewoon leuk om het niet alleen maar bij muziek te houden. Eigenlijk vanaf het begin zijn we al bezig met dans te verwerken in onze live set. En we dachten deze keer, het is Oranjepop, weet je wel. Je kan hier met niks aankomen. De koning is jarig. Dus dat hebben we maar gewoon flink uitgepakt. Ja, het is goed uitgepakt ook. Ik kreeg inderdaad wat jij zei, de indruk dat het publiek heel goed meedeed. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, het was echt een gekke show. Het was echt super vet. Ik merkte sowieso al halverwege de show, als je zelf gewoon maar genoeg energie eruit gooit, wat ik nogal snel doe, dan gaat de rest al mee. Maar het einde, joh. Ik had mijn ogen even dicht, want ik was echt verwonderd door die prachtige danseressen die echt het enorm goed hebben gedaan. Echt hulde voor hun. En toen keek ik weer naar het publiek en iedereen met zijn telefoons, iedereen gek. Toen kregen wij volgens mij echt allemaal de wow. De wow, ja precies. Wow, dat hadden we niet verwacht. Ja. Was vet. Ja. Nu is zo, jullie hebben nu hier gestaan op Oranjepop. Het was de eerste keer Oranjepop, als ik het goed begrijp. En vorig jaar al op de zomerfeesten. Hoe voelt dat? Want er zit echt ontzettend groei in, of niet? Ja, ik heb heel erg het idee dat we aan het groeien zijn. Alleen, het blijft hard werken. Weet je kan op Oranjepop staan, maar we hebben pas één single uit. Weet je, de volgende maand gaat als goed is de volgende single komen. We moeten gewoon hard blijven werken om in die zin muzikaal relevant te blijven. En dit soort shows, daar moet je gewoon alles uitpakken om te laten zien van hey, we groeien door, we vinden het nog steeds leuk, we willen over een jaar in Miami zitten. Met dit soort pakken aan, weet je, aan een sigaartje en je bek. Rolls Royce. Bling, bling. Weet je moet laten zien dat je ervoor wil gaan. Weet je wel, en onze droom is wat tropische setting in Miami met dansers en het optreden onder palmboom is het grote doel. Alleen, ik denk dat het grootste doel is om dit soort shows die wij doen, om die echt door heel Nederland te kunnen doen. En we merken nu al, mijn moeder roept vanuit achter het hek terwijl ik in een interview ben. We gaan even naar je moeder toe. Ja. Oh, mama! Oh, kom. Okay. Jawel! Ja, je moeder houdt er een stuk minder van dan jij. Ja. Ik kan je vertellen, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Sam! Onder een interview. Jullie hadden het over een nieuwe single die binnenkort uitkomt. Hoe zit dat? Nou, meestal in de set hebben wij altijd één nummertje. Die heet Golden Youth. En daarbij gaat het altijd best wel flink erop. In ieder geval als we thuiswedstrijden spelen zoals deze. En we dachten, ja, dit is gewoon de volgende stap. Dus die gaat er komen. Mm-hmm. En we spelen nog in de komende paar maanden op een paar festivals. Waaronder Plukt Festival, 11 mei. We spelen op 5 mei op Station Live in Amsterdam, Bevrijdingsfestival. En nog heel veel andere leuke shows over de Topfestival.
En Music in the Backyard. Zalbommel. Wordt Steel 7 juli. Het wordt een feestje deze zomer met Tahiti. Daar willen we het echt ons hart van maken. Als jullie nou, het is vet natuurlijk 50ste verjaardag van koning Willy. Ja. Zouden jullie hem nog een boodschap willen geven? Mocht hij meekijken, wat zouden jullie hem willen meegeven nog? Nou, beste Willy, super bedankt dat je ons deze dag hebt gegund. Dat jij niet alleen je eigen verjaardag viert, maar die met heel Nederland wil vieren. Dat jij ons de kans geeft om hier ook nog eens een extra feestje speciaal voor u neer te zetten. En gefeliciteerd en geniet er verder nog van. Dank je Willy, dank je wel. Oh ja. En heel erg bedankt voor de zon. Bedankt voor het zwemmen. Tot de volgende keer. Wij zijn bij jullie. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Heel veel plezier bij Never Wrong, onze vrienden uit Nijmegen.